Deze animatie legt uit wat de verschillende vier fasen zijn bij geneesmiddelenonderzoek. De ontwikkeling van een vaccin kost behoorlijk wat tijd. Alle vaccins moeten verschillende fasen doorlopen alvorens voor goedkeuring in aanmerking te komen. In fase 1 wordt als eerste onderzocht of het nieuwe medicijn veilig is en wat de exacte werking is in het menselijk lichaam. Hiervoor nemen een klein aantal gezonde vrijwilligers oplopende doseringen van het medicijn onder begeleiding van artsen. Met regelmatige controles en vaak ook bloedonderzoek kan de veiligheid en werking worden vastgesteld. In fase 2 wordt de werkzaamheid van het medicijn getest bij een klein aantal patiënten met de betreffende aandoening. Ook wordt in een groep gezonde vrijwilligers gecontroleerd of het medicijn bij kortdurend gebruik nog hetzelfde werkt en veilig blijft. In fase 3 wordt het medicijn in de juiste dosering getest op effectiviteit en bruikbaarheid bij grotere groepen patiënten. In deze derde fase moet blijken of het vaccin ook daadwerkelijk kan voorkomen dat mensen, als ze in aanraking komen met de ziekteverwekker waartegen het vaccin beschermen moet, ziek worden. Ook kan het medicijn vergeleken worden met andere medicijnen of met een nepmedicijn, ook wel placebo genoemd, en wordt de veiligheid op korte en langere termijn onderzocht. Als het nieuwe medicijn deze drie fasen goed heeft doorlopen, zal het worden aangeboden aan een onafhankelijke nationale, Europese of Amerikaanse instantie. Deze instanties beslissen uiteindelijk of het medicijn toegelaten wordt op de markt. Maar ook na goedkeuring blijven deze instanties het gebruik en eventuele bijwerkingen controleren en zullen, als het nodig is, soms zelfs overgaan tot intrekken van de vergunning. In fase 4 van het onderzoek is het medicijn geregistreerd, maar kan worden onderzocht op welke manier het medicijn zo optimaal mogelijk werkt en of het mogelijk ook bij andere aandoeningen kan worden ingezet. Geregistreerde medicijnen hebben een heel secuur en tijdrovend traject doorlopen. Ongeregistreerde medicijnen hebben dit traject niet doorlopen. Voordat een nieuw medicijn geregistreerd kan worden, zijn volop proefpersonen nodig. Mocht u gevraagd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, laat u dan eerst goed informeren over de mogelijke voor- en nadelen. Uiteindelijk beslist u zelf of u wilt meedoen. Een veilig en effectief vaccin is ongelooflijk waardevol. En hoe eerder het er tegen corona is, hoe beter. Deze animatie is geproduceerd door Informed voor algemeen en onbeperkt gebruik en powered by onze partners.